2 tot en met 9 april is Autismeweek. 7 april doen jullie gratis mini-congres in Vlaardingen in de Professor Telderstraat. Moeten mensen zich aanmelden? Nee, mensen hoeven, het is vrij toegankelijk en hoeft verder niet aangemeld te worden. Dit jaar zijn er andere mede-organisatoren, onder andere van Mintus en Mee, Pameia, Antipesto, Voetjes van de Vloer, zijn allemaal hele leuke meedenkers geworden. Antipesto is een stichting die zich tegen pesten opstelt. Deelnemers, jongeren die bij ons deelnemen, de ruimte geven om hun stem te laten horen tegen pesten. Slachtoffers helpt middels onze weerbaarheidstrainingen in film, muziek en sport. En omstanders bewust proberen te maken dat ze actief moeten worden en zijn als zij het zien gebeuren. En wat is de combinatie dan met de Autismeweek die eraan komt? We hebben een oproep gedaan aan mensen, jongeren met autisme, ouders, broertjes en zusjes, om ons te vertellen over autisme en over pesten. En we hebben gemerkt dat er heel veel, eigenlijk bijna allemaal, al de jongeren met autisme zijn gepest of worden gepest. En dus de link die wij daarin leggen is van oké, op welke manier wordt er gepest? En wat kunnen wij eraan doen om mensen bewust te maken dat, dat het eigenlijk moet stoppen? Wat mij vooral verbaasde en wat ik ontzettend mooi vond is dat ze meerwaarde hebben. Het zijn goudklompjes voor werkgevers. Het is begin april, het is een hele week, het is Autismeweek, het is een landelijke week. Waarom deze aandacht? Deze aandacht vragen we als Nederlandse Vereniging voor Autisme voor de 190.000 mensen met autisme. Er is echt nog een wereld te winnen om deze mensen iets makkelijker en iets begripvoller te maken. Mensen met autisme vallen vaak tussen wal en schip, omdat aan de ene kant vaak niet gezien wordt dat er iets is. De handicap is heel onzichtbaar, dus vaak moet ook de hulp heel onzichtbaar zijn. Het moet er zijn. Autisme is niet alleen een Nederlands probleem. Ik zag in de documentatie dat het in het Arabisch en ook in het Turks staat. Hoe bereiken jullie die doelgroep? Door er te zijn eigenlijk. En ook bij vele Vlaardingse één huis hebben we inmiddels leuke gesprekken gehad. Ook met hele andere taligen. En dat, het is er wel, maar vaak is de schaamte nog erg groot. Wat ik nog wel even wil zeggen is dat op 2 april worden er bij de zwembaden badmutsen rondgedeeld, omdat het thema sporten en bewegen is. Wij gebruiken dan dit thema eigenlijk om op een andere manier in de wereld van autisme te duiken. Heeft u iets te melden? Dan is een videopits iets voor u. Het is gratis en snel. Kijk op www.pop-up-tv.nl.